Jaarlijks wordt de Internationale Dag van de Witte Stok herdacht. Dit gebeurde op 15 oktober. De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden, NSBS, organiseert rond deze dag activiteiten om de gemeenschap bewust te maken. Dit jaar waren er activiteiten te Mungo. Nu heb je alles. Morgen weet je het niet. Maar ik bid en ik dank God dat we allemaal gezond zijn, maar respecteer de anderen die een beperking heeft. Vandaag is Internationale Dag van de Witte Stok en het heeft een betekenis. Ik ben natuurlijk gaan googlen, ik weet niet alles. En ik ben gaan kijken. Vanaf 18 zoveel is men bezig met de Witte Stok. In 1930 heeft men volgens mij weer een aanpassing gebracht en het heeft ook een betekenis. Het heeft een betekenis waarin liefde ook erin voorkomt. En het is liefde niet alleen voor de slechtziende, maar ook voor jezelf en voor je medemens. Ilemele, jij zat vandaag ook in de klas. Je hebt informatie gehad. Het is Witte Stokkendag vandaag. Wat heb je allemaal geleerd? Ik heb geleerd hoe mensen slechtzienden of een blinde met bepaalde dingen kan werken. Op school kan studeren en in kantoor ook kan werken. Ik heb van die Witte Stok al gehoord, maar nooit gezien. Pas vandaag heb ik die Witte Stok gezien. En nu heb je gehoord waarvoor die Witte Stok er eigenlijk is. Na vandaag, als je iemand op straat ziet met een witte stok, wat ga je doen? Als ik vanaf vandaag met iemand zit met een witte stok, ga ik die persoon helpen om over te steken. Om naar die andere kant te gaan. Vandaag is de Internationale Dag van de Witte Stok en er zijn activiteiten hier in Mungo in uw district op de Baronschool. De kinderen hebben informatie gehad en u hebt ook mogen meedoen in die zin dat u geblinddoek hebt mogen lopen met een witte stok. Wat is uw ervaring daarbij geweest? Ik denk anders erover nu. Vaak genoeg als je, ik ben zelf licht slechtziend, want ik bril. Ik ben bijziend, ik kan niet ver zien. En het is ook moeilijk voor mij. Ik kan zonder mijn bril kan ik geen auto rijden. Maar helemaal blind zijn is weer een ander gevoel. Ik heb geen woorden ervoor. Mijn boodschap aan ieder, net als wat ik daarnet had gezegd. Respecteer iedereen. Ongeacht ras, geloof, geaardheid of beperking. Je weet nooit wat het zal zijn voor jou in het leven. Maar vooral voor mensen met een visuele beperking. Geef ze, als je ze ziet, sta ze bij. Lach ze niet uit. Geef ze een hand. Als ze in water zijn gegaan of iets is, je ziet dat je ze kan helpen. Geef ze echt een hand. Loop niet voorbij en lach een ander niet uit. Respecteer elkaar en ga met liefde om met je medemens. Dat is mijn boodschap. Op deze dag is het dus de bedoeling dat we de samenleving eigenlijk bewust maken van de Witte Stok. En wij van het Blindencentrum hebben gemeend om district in te trekken. Elk jaar is het zo dus dat we naar een district gaan en dit jaar hebben we gekozen voor Mungo. Na vandaag willen wij dus trekken, dus willen we een dag maken om weer te komen in het district en contact maken met de RGD-polies, de instanties die eigenlijk mensen ontvangen met een beperking, een visuele beperking, laat maar zo zeggen. En dan willen we registratie doen om zo een beeld te kunnen hebben, een overzicht te hebben over hoeveel mensen er in zo'n district bijvoorbeeld met een visuele beperking te kampen hebben en eventueel de begeleiding dan geven van onze kant uit. Mijn ervaring met de Witte Stok is dat het niet makkelijk is voor de mensen die ermee lopen. Want ik had het zelf in handen en met veel moeite kon ik me bewegen naar een andere plek. En
terwijl zij vrij ermee lopen. Dus alle respect voor wie dan ook. U hebt zelf in de lokale gezeten tijdens de informatie. Zijn er dingen die u hebt gehoord vandaag waarover u nog niet wist, waarover u nog geen informatie had? Nou, ik heb wel heel veel bijgeleerd wat de mensen allemaal doen. Mijn waardering alsnog voor deze groep.